De bus van de digitale werkplaats van Google is deze week 5 dagen lang te vinden in Nijmegen. In de bus worden verschillende workshops gehouden over de digitale vaardigheden. Workshops zijn bij te wonen voor alle soorten ondernemers, starters tot gevorderden. Pim van der Velds, directeur van Google Nederland, vertelt wat de Google Digitale Werkplaats allemaal precies inhoudt. We zijn hier met onze digitale werkplaats bus, die je hier achter ziet, wederom in Nijmegen. We waren 2 jaar geleden al op de Vasiumfabriek. En wat we doen is bieden voor ondernemers, ZZP'ers, winkeliers eigenlijk gratis workshops voor digitale vaardigheden. Het idee voor de Google Digitale Werkplaats kwam omdat er nog altijd vraag is van ondernemers om te helpen met online vaardigheden. Nou, eigenlijk was ons inzicht was altijd al dat ondernemers voelen echt zo langzamerhand wel dat je iets met het internet moet voor je bedrijf. Iedereen heeft wel een website, maar mensen hebben altijd het idee, hoe maak ik dat dan groot en hoe kan ik meer en nieuwe klanten vinden? En ja, dat is eigenlijk allemaal best te vinden op het internet, maar toen we hiermee begonnen, bijvoorbeeld in de Vasium, kwamen er 1150 ondernemers op af. En we hebben nu in 2,5 jaar al meer dan 125.000 mensen getraind met onze digitale werkplaatsconcepten. En ik wil meteen bijzeggen, het is geen Google show. En ik denk dat dat ook een element is van het succes. Wij gaan echt uit als ondernemer als je hier komt. En je kunt je inschrijven voor verschillende workshops. Wij zijn deze hele week 5 dagen in Nijmegen. Vandaag en morgen en vrijdag hier op het Honigterrein. En woensdag en donderdag op de campus van de Radboud Universiteit in De Han. Maar als je inschrijft voor de workshops, dan leer je gewoon hele concrete dingen. Bijvoorbeeld, wat moet je met een mobiele website? Wat kun je met e-mail marketing? Hoe meet je eigenlijk je website door dat het succes is? Zodat je met hele concrete ideeën naar huis kan.